Ik ben Jane. En ik mag dit jaar voor het eerst stemmen. Het is vandaag woensdag 8 maart. Dat betekent nog 7 dagen tot de verkiezingen. Ik ben er nog niet uit wat ik ga stemmen. Ik ga de komende week op zoek naar de partij die het best bij me past. Het is vandaag donderdag 9 maart. En als het goed is, zou nu mijn stempas in de brievenbus moeten liggen. Dus ik ga even kijken. Ik heb vandaag een beetje zitten nadenken in wat ik belangrijk vind in een politieke partij. De drie dingen die ik heel erg belangrijk vind zijn dat ze in hun partijprogramma bezig zijn met klimaat, dat iedereen ongeacht afkomst of religie gelijk behandeld wordt en drie, dat de Europese Unie bij elkaar blijft. Om voor mezelf duidelijk te krijgen op welke partij ik uiteindelijk 15 maart moet gaan stemmen, heb ik voor mezelf een soort mini stemwijzer gemaakt. Ik heb hier de drie stellingen gehangen die ik belangrijk vind en ik heb hier alle partijen hangen die vorige keer in het parlement zaten. Ik ga dus kijken op deze manier welke van mijn stellingen de partij ook belangrijk vindt. Als ze het eens zijn met mijn stelling, dan hang ik er een briefje met ja op. Na het invullen van mijn eigen overzicht kom ik er nu al achter dat er één partij is die niet mijn standpunten deelt. En dat is de PVV, dus die ga ik alvast weghalen. Het is vandaag vrijdag 10 maart. Ik ga vandaag de stemwijzer invullen. Stelling 2 is, er moet een maatschappelijke dienstplicht voor de jongeren komen. Zij kunnen dienen in het leger, bij de politie of in de zorg. Hier ben ik het mee oneens. Stelling 12 is, het leenstelsel voor studenten moet worden afgeschaft. De basisbeurs moet weer terugkomen. Hierbij ben ik het eens. Stelling 15 gaat over kinderpardon. In Nederland opgroeiende kinderen van asielzoekers moeten hier kunnen blijven. Ben ik het mee eens. Ik heb de stemwijzer ingevuld. Ik ga nu kijken wat het resultaat is. Ik heb dus net de stemwijzer ingevuld. Een van de laatste partijen die uit mijn uitslag kwam was de VVD. Ik heb hun partijprogramma opgezocht. Uit hun partijprogramma komt zeg maar dat ze milieu wel belangrijk vinden, maar niet belangrijk genoeg. Zoals ik dus hier ook al op had gehangen. Dus ik ga ook niet op de VVD stemmen, denk ik. Ik heb vandaag nog eens even goed nagedacht. En hoewel ik vind dat CDA een behoorlijk goede standpunt heeft, dit is wel regeren met een christelijk oogpunt. En ik ben niet christelijk, dus CDA valt ook voor mij af. Het is nu zondagavond en we zijn bezig om het debat van het Jeugdjournaal terug te kijken. Omdat ik ook wel eens zou willen zien hoe politici met kinderen omgaan. En nou is Mark Rutte ons net te vertellen dat Geert Wilders blijkbaar toch echt humor heeft. Zou je niet verwachten. Ik ben nu onderweg naar de sticker stemwijzer van de ASVA. Dat is de Amsterdamse studentenvakbond. Dus ik ben benieuwd. Ik ga kijken wat eruit komt. Annelieke en zij organiseert het ASVA. Jouw stem is goud waard, actie. We hebben allerlei verschillende dingen, want ik vind het ook super belangrijk dat de stem van studenten eindelijk wat meer in de politiek gehoord gaat worden. Nu een sticker stemwijzer van Demos is dat. Maar we hebben ook twee gouden fietsen die groot kunnen worden, allemaal in het land van jouw stem is goud waard. Vertel, wie ben je en weet je al wat je gaat stemmen? Ik ben Sandra. En ik ben nog een beetje aan het zweven, vandaar ook dat ik de stemwijzer nog maar een keer doe. Ik zweef heel erg tussen de Partij van de Dieren en GroenLinks. Ik ben klaar met het invullen van de sticker stemwijzer en ik ga nu kijken wat het resultaat is. Vandaag heb ik een sticker stemwijzer ingevuld en daar kwam uit dat ik veel overeenkomst had met de SP. En de PvdA heeft al 4 jaar geregeerd en ik vind dat het tijd is voor verandering. Voor mij valt de PvdA ook af. Ook heb ik me vandaag wat meer verdiept in het partijprogramma van de SP. Zij vinden dat AOW-leeftijd terug moet naar 65, maar daar ben ik het totaal niet mee eens. Dus de SP valt voor mij ook af. De partijen die voor mij nu nog overblijven zijn GroenLinks, Partij van de Dieren en D66. De aankomende dagen zal ik me wat meer in hun partijprogramma's verdiepen en ook vooral letten op hun bij de debatten. En dan zal ik uiteindelijk een keuze maken tussen deze drie. Mocht je er nou last minute nog niet helemaal uit zijn, heb ik nog wel een leuke tip voor je. Tim Hofman die maakt namelijk video's over de politiek. Hij noemt het postpolitiek. Hij geeft een makkelijke overzicht van een bepaalde partij. In elke aflevering belichten ze andere partijen. Nou, het is nu dinsdagavond, 14 maart, de avond voordat we mogen gaan stemmen. Ik ben nu het slotdebat aan het kijken en het is best interessant. Nadat ze hun woordje hebben gedaan, is het toch echt morgen aan de kiezer. Ben benieuwd. Het is zover, het is 15 maart. Dat betekent dat ik vandaag voor het eerst mag stemmen. Let's go! Paspoort vergeten.
Vergeet dus niet als je gaat stemmen je paspoort mee te nemen. Ik kom dus net thuis vanuit stemmen en één ding is me afgelopen week wel duidelijk geworden. Er is niet per se één partij die perfect bij je aansluit. Het is natuurlijk belangrijk wat je stemt, maar ik denk dat het belangrijker is dat je stemt. Mocht je deze video nog op 15 maart zien en je hebt nog niet gestemd, doe het. Want jouw stem is goud waard. Laat me weten in de reacties of je hebt gestemd. Klik hier voor mijn vorige video en klik hier voor meer video's van het HVA YouTube kanaal. Klik dan hier om te abonneren op het Hogeschool van Amsterdam YouTube kanaal. Vergeet niet te stemmen vandaag en dan hoop ik je volgende week weer te zien. Doeg!